Een van de eerste ronden die een keihard applaus waard is. Mooie acties. En van die gekke blijven de klokken dat ook doen. Eén dan voor Chico, El Toro. Wacht even, door even. Ik denk dat ik voordat ik het officieel meedeel, dat hoor ik zo. De
De tellen, het gebeurde onopzettelijk in de partij, dat kan, wordt alweer goed gekeken. Nou, we zitten alle mensen hier onderling wat te checken. Dus de 8 tellen waren voor herstel. Stand is nog steeds 0-0. Einde van de tweede ronde, dat betekent einde van de partij. Maar er zijn geen punten gescoord, geen negatieve punten gescoord. Dat betekent dat we een verlenging krijgen van 3 minuten. En die verlenging is de sudden death rule van toepassing. En dat betekent zodra er 1 negatief punt wordt gescoord, heeft de ander meteen de partij gewonnen. En dan valt er geen beslissing na die 3 minuten. Dan gaan we zonder handschoenen verder. Nee, jongens, dan gaan we uiteraard van de jury dan kijken wie. Dan gaat de jury kijken, dat zou je wel willen. Ja. Gaat de jury gewoon kijken wie de partij toch het meest vooruit geknopt heeft en dan blijft gewonnen. We geven de sponsors van vanavond, die zijn heel erg belangrijk. Moes van Lucky Luke, Robin DV. De Princess Club, die vind je in Amsterdam. Wetering, of zoiets. Tegenover de bank, dat is mooi. Tegenover de Nederlandse bank, daar kan je even bij zitten. Dan hebben we Helmersweg, ringvrij voor de verlenging. Hebben we Nature's Best Sportbanken, Maximum Security, Plussenbedrijf De Ree, Café de Kletskous, Club Bakkeraar Zaandam, Koffieshop, Spliff,
Casa Rosso, Bubbelsdrukkerij, Autobanden Centrum Alkmaar. Ik zou zeggen, moedigst nog even lekker aan voor de verlenging. Let's bring it!